Betekent dat dan dat er zowel theorie in zit, als het veldwerk, de praktijk? Ja, absoluut. Ik denk dat dat net het unieke is aan dit boek. Voetbalwetenschap staat in zijn kinderschoenen. Het evolueert heel snel. Dus we weten ondertussen al een heel stuk meer dan we wisten op het moment dat het eerste boek uitkwam. Maar anderzijds is het toch altijd afgeleide wetenschap. Wij lezen publicaties. Vaak zijn die in een soort van onderzoeksdesign dat niet echt geschikt is voor het voetbal. En dan moet je gaan vertalen, moet je gaan kijken hoe zou je dat kunnen aanpassen. Hoe kun je 10 meter sprint verbeteren? Die wetenschap dan omzetten in het voetbal. En dan weet je, als ik dat klein stukje van het voetbal kan verbeteren, de 10 meter sprint, dan zullen de prestaties ook beter worden.